De alternatieve geneesmethode, Pranic Healing, heeft haar waarde bewezen bij het helpen genezen van COVID-19 patiënten. Dit zegt Pranic Healer Cindy Leeflang. Bij Pranic Healing wordt de positieve levensenergie door specialisten gekanaliseerd om de genezing te bevorderen. Leeflang heeft een COVID-patiënt een week lang behandeld, waarna de patiënt naar huis mocht. Mijn ervaring is dat haar koorts niet kon zakken. Eigenlijk van de arts moest het nog met 1 graden zakken, omlaag dus. Na een gesprek met mijn cliënt bleek dat ze angsten had. Ze was namelijk bang om haar zoontje te verliezen. Nadat ik een goed gesprek met haar heb gehad en op haar angsten heb gewerkt, met behulp van Pranic Healing technieken, is haar koorts gedaald en mocht ze van de arts naar huis. Nadat mijn cliënt ontslagen is uit het ziekenhuis, heb ik weer contact met haar opgenomen en haar gevraagd als ik door kon werken aan haar onderliggende ziekte. Deze cliënt had namelijk een hersentumor. Ze heeft ingestemd en na een paar weken behandeling heb ik haar gevraagd om terug te gaan naar de specialist. En de uitslag was dat de hersentumor tot rust was gekomen, tot grote verrassing van de specialist. Pranic Healer Karin Seupersat zegt dat deze geneesmethode wereldwijd al 33 jaar gebruikt wordt. Pranic Healing is tot stand gekomen na intensief wetenschappelijk onderzoek. Ze zegt dat de uitvinder van deze geneesmethode, Choa Kok Swee, 20 jaar in onderzoek heeft gedaan. We hebben van het soort, net een soort receptenboek waarbij je precies ziet bij deze ziekte, dan is dat en dat en dat aangedaan. Wat schijnt ook zo te zijn, elk belangrijk orgaan van ons heeft de eigen generator. Die generator die gaat net een wieltje zo. Vuile energie gaat eruit, schone energie komt erin. Een wiel wordt in het Sanskriet, in het Indiaas, wordt het chakra genoemd. Dus die wieltjes die zorgen ervoor dat elk orgaan van ons een goed en genoeg energie heeft. Maar stel dat de energie bij je maag bijvoorbeeld verstoord is, dan zal je zien dat je maagproblemen krijgt. Wat doen we bij Pranic Healing? We checken die energie. Dat doen we door te voelen. De gemiddelde Pranic Healer kan niet die energie zien, maar we leren voelen via een bepaalde techniek, een cursus die je in een weekend kan leren. Dan voel je die energie en dan kijk je waar die verstoord is en niet. Waar die verstoord is, halen we die vuile energie weg en daarna voegen we weer schone energie toe. Tot zover Pranic Healer Karin Seupersat. En ze sprak gisteren in het COVID-19 journaal van de overheid.